Feyenoord veroverde de Johan Cruijffschaal na een strafschoppeserie en ongekende. Feyenoord veroverde de Johan Cruijffschaal. Feyenoord veroverde de Johan Cruijffschaal. In een spannende ontmoeting op zondag slaagde Feyenoord erin de prestigieuze Johan Cruijffschaal te winnen. Na een intense strijd tegen PSV Eindhoven die resulteerde in een strafschoppeserie, kon Feyenoord zich uiteindelijk doorzetten. De wedstrijd was niet alleen spannend vanwege de titel, maar bood ook tal van sportieve hoogtepunten. Het duel vond plaats in een stadion dat tijdens de hele wedstrijd goed gevuld was. De sfeer was elektriserend. De fans van beide teams zorgden voor een uitbundige stemming. Het fluitsignaal voor de wedstrijd markeerde de eerste officiële competitie van het seizoen en de verwachtingen waren hoog. Beide ploegen traden aan met sterke opstellingen. Feyenoord, het team uit Rotterdam, kenmerkte zich door een agressieve speelstijl en nauwkeurige passing. PSV, zoals bekend, een van de sterkste teams in de Eredivisie, vormde echter een serieuze uitdaging. Gedurende de eerste helft waren beide teams aanvallend, waarbij er enkele goede kansen werden gecreëerd die echter niet tot doelpunten leidden. In de tweede helft werd de spanning nog voelbaarder. Een beslissende scène deed zich voor toen Feyenoord in de 68e minuut een doelpunt maakte, dat echter door de scheidsrechter om een buitenspelpositie niet werd goedgekeurd. Deze beslissing zorgde voor opwinding en discussies op de tribunes. Feyenoord toonde onder druk een opmerkelijke zenuwkracht. Terwijl PSV enkele fouten maakte, zetten de spelers van Feyenoord hun strafschoppen op een solide manier om. De trainer van Feyenoord sprak na de wedstrijd trots over de prestaties van zijn ploeg. Hij benadrukte dat het team samen had gehouden en zich in moeilijke momenten niet uit de rust had laten brengen. Dit was cruciaal voor het succes in de strafschoppenreeks. Ook enkele van de spelers noemden de triomf over PSV als een belangrijke stap in hun ontwikkeling en beschouwden het resultaat als een beloning voor hun harde werk in de voorbereiding op het seizoen. Yeah,